Hey, ik ben vandaag naar de Action geweest en ik heb weer wat geshopt. Uiteraard, als je naar de Action gaat, dan koop je altijd wel wat, tenminste, ik wel. En het leek me wel leuk om weer eens te laten zien wat ik daarom heb gekocht. Het is inmiddels volgens mij bijna 2 maanden geleden dat ik er voor het laatst geweest ben. Dus ze hadden een hoop nieuwe dingen en dat vind ik altijd wel leuk. Allereerst heb ik deze make-up organizer gekocht. En dat is zo'n plastic. Ik kan hem maar even uit de verpakking halen. Het is gewoon zo'n doorzichtig plastic bakje. Waar verschillende vakjes in zitten waar je dus je make-up in kan doen. Hier in die grote kan je je penselen of je kwasten kwijt. Hier kun je lipsticks in doen. En hier is een groter vak waar je poeder en wat je dan ook maar gebruikt, in kan leggen. En dat leek me wel handig zo voor de producten die ik eigenlijk elke dag gebruik. Leek me dat wel handig. En hij was, even kijken, 1,42 euro. Dan heb ik een wc luchtverfrisser. Deze. In de geur Lily of the Valley. Dat is een bloemetje. En die vond ik wel heel lekker bloemig ruiken voor de lente. We hebben nu volgens mij een blauwe van, en dat is Ocean, geloof ik. Die is ook lekker, maar ik vond deze voor de lente wel geschikt. Die kost, even kijken, 78 cent. Dan zag ik dat ze, volgens mij is dat een tijdelijke aanbieding, allerlei raw food producten hebben. Waaronder chiazaad, lijnzaad. Ik zag ook quinoazaad en nou ja, nog een paar. En de lijnzaad en de chiazaad heb ik gekocht. Dus dit is de lijnzaad. En dit is de chiazaad. En ik weet nog niet precies waar ik het in ga doen. Je kunt het bijvoorbeeld in smoothies doen of in yoghurt met muesli. Ja, het bevat heel veel antioxidanten, mineralen, eiwitten. Even kijken, lijnzaad bevat ook omega-3. In ieder geval allemaal hele gezonde ingrediënten. Dus wat heel goed voor je is. Ja, en het leek me wel leuk om dat een keer te proberen. Ze waren ook nog eens heel goedkoop. Want als je dit bij een natuurwinkel koopt, dan ben je echt wel ja, een paar euro kwijt, denk ik. Per stuk. En hier waren ze maar. De lijnzaad was maar 59 cent. Dat is echt belachelijk weinig. En de chiazaad was 1,69. Iets duurder, maar nog steeds helemaal niet te duur. Nou, heel interessant. We hadden twee lichtjes nodig. Dus ik heb weer 75 nieuwe gekocht. Ze hadden ook een zak van 100 stuks en die was in verhouding goedkoper. Maar die had minder branduren. En ik vind het altijd wel fijn als theelichten lekker lang branden. En deze hebben 6 branduren. Zoals je ziet. Maar die andere was volgens mij 4 branduren. En dat, ja, voor die 2 branduren extra betaal ik dan liever wat meer. Deze waren 2,99. Dan heb ik deze Axe douchegel gekocht. En ik zag zo'n heel rek staan met Axe douchegels. En toen zag ik deze gele. En toen dacht ik, als hier iets met citrus is, dan ga ik hem kopen. Want dat vind ik echt super lekker. Hij heet Rise Up en hij is inderdaad met lime extract. En hij ruikt ook echt, ja, heel citrusachtig, maar wel mannelijk. Dus ja, ik hoop dat dat Michiel hem ook lekker vindt. Dat zullen we straks horen. En deze douchegel die kost 1,85. Dan heb ik nog 2 dingen voor Lize. Of nee, nog 3 dingen trouwens. Allereerst 3 shirtjes. Dat reken ik even als één ding, maar het zijn eigenlijk 3 dingen natuurlijk. 3 shirtjes. De eerste is met een olifantje en een vogeltje. Nee, je ziet het niet heel duidelijk, maar ik laat ze even in de verpakking. Het olifantje zie je trouwens hier aan de achterkant. Dit is gewoon een wit shirtje met korte mouwen. Dan heb ik deze roze met een heel vrolijk motiefje. Zie je hier aan de achterkant beter. Echt heel meisjesachtig. En voor het BK slash Koningsdag, sorry. Voor het WK slash Koningsdag. Deze met de leeuw.
Even kijken. Die zie je hier aan de achterkant niet zo goed. Maar ja, die vond ik wel heel leuk. En ik heb ze in maat 74 gekocht. Ja, ze zit nu een beetje tussen 62 en 68 in. Maar ja, ik weet zeker dat het niet lang meer duurt of ze zit op 74. En ja, ik heb al eerder gehad dat ik dan kleren kocht die nog net konden, maar waar ze al bijna uitgegroeid was. Dus dan koop ik liever een maatje groter. Ja, en het WK is natuurlijk nog een paar maandjes weg, dus dan past het vast wel. Shirtjes die kosten €1,89 per stuk. Dus dat is echt geen geld. Dan heb ik nog iets heel komisch. Namelijk een kinderzonnebril. Maar het leek me zo klein dat ik dacht dat Lies het misschien ook zou passen. En wat ik heel goed vind is dat er op staat dat hij 100% UV protection biedt. Wat lang niet alle goedkope zonnebrillen hebben. Dan moet ik er natuurlijk ook maar van uitgaan dat het zo is. Maar ik ga er even van uit dat het klopt wat er op het kaartje staat. En dat is toch wel heel goed. Want de zon kan aardig fel zijn. Het is een categorie 3 zonnebril. Kijk, zoals je ziet. Kijk, hier staat categorie 3. En als je hier op het kaartje kijkt, zie je bij 3 dat het ook geschikt is voor de bergen. Het zonnebrilletje kost 85 cent. Dus dat is echt heel goedkoop. Oké. Hij is nu nog te groot. Lize. Ja, hij is nog duidelijk te groot. Maar ja, die kan ze volgend jaar dan vast wel op. Of het jaar daarop. Last but not least heb ik voor Lize ook deze super schattige haarspeldjes gekocht. En ik wist eigenlijk nooit, helemaal niet dat ze zulke kleine haarspeldjes voor babytjes hadden. Dus ik zag ze eigenlijk bij toeval liggen. En die kostte maar 49 cent voor zo'n setje. Ze hadden nog veel meer leuke, dus misschien ga ik binnenkort nog wel een keer terug om nog meer te halen. Want het is echt heel goedkoop. En ze zijn echt heel klein. En dat is fijn, want babytjes die hebben nog niet zo'n dik haar. Dus ja, dan kan je geen grote spelden aan vastmaken. Nou is Lize's haar nu, ja, ze heeft, de haar is een beetje gaan uitvallen. Dus ze heeft heel weinig haar over. Maar het is al wel weer aan het groeien. Kijk, en dit is dan zo'n speldje. Zo klein is dat. En dat is echt ideaal voor kleine babytjes. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Nou, en dat was ook meteen alles wat ik heb geshopt. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En wat jullie zelf zoal shoppen als je naar de Action gaat. Laat dat vooral weten in de comments. Vond je deze video leuk? Geef me dan even een duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan alsnog. Want er komen veel meer shoplogs en andere soorten video's voorbij. En dan blijf je daar automatisch van op de hoogte. Ik wil je erg bedanken voor het kijken voor nu en tot de volgende keer. Doei!